Op zaterdag 26 augustus werd het ploegfestival geopend met Heroes in Heaven. Na Nederbeat, Woodstock en Live Aid hebben de programmeurs Harry van Lierop, Maarten Dirks en Raymond Goossens al voor de vierde keer Campische muzikanten bereid gevonden om een speciale set voor te bereiden. Het thema dit jaar was Heroes in Heaven. En dan schikken wij en dan ben ik Roberta Palmer in dit geval. Ja! Jij bent de muzikale leider? De dictator, beter gezegd. Wat is de belangrijkste reden dat jullie je ingeschreven hebben hier voor Heroes in Heaven? Nou, dat kun je beter aan Manon vragen, denk ik. En jij mag het woord doen dan. De Carpenters waren toch broer en zus, of niet? Maar ik miste zo de mannenstem. Nee, die heb ik gezongen, dus dat gaat gewoon. Ja. Wie zijn idee was het om Gary Moore te doen? Van Hummus. Oh. Kijken welke muzikant dat je bij elkaar hebt en wat je dan kan doen. En de keuze was eigenlijk vrij snel gemaakt. Dat was wel leuk. Amy Winehouse kon hier gewoon niets ontbreken. Nee, ja. Mooi, ja. Daarom hebben wij ons opgegeven. Was het meteen duidelijk dat jullie Thin Lizzy gingen doen? Ja, want Martijn had gezegd dat we Thin Lizzy gingen doen. Heb je je speciaal voorbereid op vanavond? Ja, we hebben twee keer gerepeteerd. Oh, maar twee keer? Ja. Hebben jullie voor Chuck Berry gekozen? Jullie zijn toch eigenlijk nog best wel jong, of niet? Ja, hij werd gevraagd omdat hij er zoveel op leek. I heard from Martin that you can speak a little bit Dutch. Let us enjoy your Dutch. Ja, nee, het is een klein beetje. Ja, ik mag weer op dit geweldige podium in Bergrijk meedoen. En dit jaar met Willy de Vilja. Was het jouw keuze? Hey, Lemmy zelf. Oh, was het Lemmy zijn keuze? Nou, en omdat hij dood is natuurlijk, als dat wil je niet. Geen onderbroeken of zo op podium. Ja, dat verwachten we wel, toch? Dat hadden wij wel verwacht. Ik heb ook niet in Charatel-gordels. Ook in Charatel-gordels. Maar wel zuiver, hoop ik.